We zijn hier bij een van de wijngaarden van Château de Lorte. Dit is een wijngaard met de Carignan druif. Deze is inmiddels alweer 70 jaar oud. Het is bijna een hectare groot. Deze wijngaard die doet het echt ontzettend goed. Moet je maar eens even zien. De bladeren zijn hartstikke fris, hartstikke goed. De druiventrossen die er aankomen, het zijn vrij compacte trossen. Niet van die hele grote druiven zoals we ze in de supermarkt kopen om zo te eten. Maar echt kleine harde knikkers zijn het. Maar moet je eens even zien, dat hout. Dit is dus gewoon 70 jaar oud. Dit heeft eigenlijk alles al gezien, alles meegemaakt. Alle droogte, alle regen. Die stam die gaat eigenlijk nog een meter of 10, 15 door hier in de bodem. Daar haalt hij al zijn voeding. Dat gaat hier allemaal al dan omhoog. Via de uitlopers van de wijnrank en komt uiteindelijk terug in de druiven. Als we de druiven afgeknipt hebben, wat er dan gebeurt is dat de sapstroom zich eigenlijk terugtrekt. Daardoor krijgen de bladeren geen voeding meer en die drogen dan uit. En dan gaan wij dus vanaf 1 november ongeveer beginnen wij met snoeien. En dat duurt tot aan maart. Dan hebben we alle wijngaarden gesnoeid en dan kan het hele proces weer overnieuw beginnen. We gaan bijna beginnen met plukken. Ja, dit ziet er gewoon hartstikke goed uit. We zijn echt heel blij mee. Dit wordt echt een hele mooie oogst van deze Carignan druiven. We kunnen echt niet wachten om te beginnen.